Terugdringen van de woningnood blijft een voornaamste prioriteit van de regering. Volgens minister Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn in de afgelopen periode stappen ondernomen om de woningnood concreet aan te pakken. Een deze stappen is het Affordable Housing Project dat aanvragers in de gelegenheid stelt te bouwen, uit te breiden of te renoveren. Ik heb aangegeven dat wij eind maart starten met het project dat we hebben, Affordable Housing Project, LIFS 3, zoals dat bekend staat in de volksmond, waarbij wij 4000 woonoplossingen hebben in stad, district en binnenland. In stad, district en binnenland, voorzitter, lid Mabo via u, binnenland, met nadruk op binnenland. U kent me, hoe kan het anders? Natuurlijk gaan we het binnenland doen. Ik ben van mening dat wij vaak niet alleen de nadruk leggen op Paramaribo, maar op dit moment lopen ook een aantal huisvestingsoplossingen in Paramaribo. En het zou dan, voorzitter, niet getuigen van een nationale visie wanneer we dan weer alles wat we hebben aan AHP zouden investeren in Paramaribo. Nee, we gaan dat niet doen. Ik kom begin maart, komen we uitgebreid met de berichtgeving rond AHP. Wat we allemaal gaan doen, dat gaat u zien. De verdeling die we hebben gehad, dat we dat nooit eerder hebben gehad. De manier hoe we de zaken hebben verdeeld in stad, district en binnenland. Dus ik ga ook in Sangamasusa en in Kementi dat ik dat een kankantriboom gevallen is op 3 woningen. We gaan ook daar gaan. Ja, we gaan ook in de polders in Ikeri gaan. En we gaan landelijk gaan. Natuurlijk zijn 4000 woningoplossingen, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw, voorzitter. We gaan niet alle problemen kunnen oplossen. Maar dat is in elk geval voor dit moment de bijdrage die geleverd wordt vanuit sociale zaken en volkshuisvesting. Ten aanzien van landelijk heb ik aangegeven dat uw college 2 wetten hebt gemaakt. En op dit moment we bezig zijn die instituten in te vullen die aangegeven zijn in de wetten. Garantiefonds en woningbouwfonds, voorzitter. En wij zullen ook daarover de mededelingen doen.